Duizenden aanhangers van Sparta zijn naar het Amsterdamse stadion gekomen om hun club aan te moedigen in de wedstrijd tegen DWS Amsterdam, die beslissend zal zijn voor het kampioenschap. In de eerste helft spelen de hoofdstedelingen alsof zij een kampioenschap kunnen behalen. En de Sparta-voorhoede kan er dan ook niet doorheen komen. De zenuwen zijn de ingestreepte shirt spelende Rotterdammers kennelijk de baas. Toch zal Sparta scoren, maar dat doelpunt komt van kanthaver Hoeven, die keeper Bouwer verrast met een schot van 30 meter afstand. In de rust besluit Sparta tot grotere actie. Daniels geeft Wermaan dat besluit met een prachtig tweede doelpunt. De Rotterdamse aanvalsleider, die op deze middag een productieve bui heeft, laat het daar niet bij. Nog geen twee minuten na zijn eerste treffer rondt hij een nieuwe fraaie combinatie van de Sparta-voorhoede succesvol af. En dan staat Sparta met 3-0 voor. Na het eindsignaal dat klinkt nadat het ook nog 4-0 is geworden, is de stadiongrasmat te klein om de Sparta-aanhang die haar favorieten komt huldigen te bergen. Bij de feestvierders is ook Sparta Piet, de bejaarde, gevederde mascotte van Sparta, die niet gedacht zal hebben dat hij dit op zijn oude dag nog zou beleven. Sparta is kampioen. Voetballievend Rotterdam zal er nog heel lang over praten.